Olympisch kampioen, wereldkampioen, winnaar van klassiekers. En op 34-jarige leeftijd zet hij zich voor Parijs-Roubaix. Schitterend, Henny Kuik. Schitterende overwinning. Baton zit er nog wel... Ja, die hebben ze niet meegenomen, hè? Dat kreeg ze toch niet mee? Het was mijn koers eigenlijk. Eigenlijk, die paste geweldig bij mij. Ik had een geweldig uithoudingsvermogen. En zwaan, ja, met 70 kilometer kazeien bijna, dan wordt het kaf wel van het koren gescheiden. Maar niet voor een Parijs-Roubaix, dat is gewoon kasseien, dat is slechte weg. Dat is mee zijn, dat is proberen niet te vallen. En kijk eens, daar is Annie Kuiper, rijdt lek. Ik kwam de hoek om. Ik zocht het assenpadje op over de asfalt. En er zat een diepe kuil in de weg. Maar daar ging ik wel omheen sturen, via de asfalt. Maar langs links, maar er stond een fotograaf op, iemand te fotograferen, supporter. En die bleef dus zitten. Dus ik moest uitwijken voor mij gezien, dus langs die kant. En ik kwam net niet snel genoeg. En ik raakte de hand van die kuil en draaide de band eraf. Kijk, hier is wel weer een stuk, er zit wel aardige, hoe zal ik zeggen, er zit wel een beetje een lijn in. En je moet natuurlijk anticiperen met je fiets, door die klappen op te vangen. En als je vermoeid wordt, dan wordt het steeds minder en dan ga je dus net, die band, die tikt dan op die velg. In één keer kan die dan wel hebben, maar als je dat vaker krijgt, en vaak ook nog als je moe wordt, dus dan worden die klappen dan groot, ja, dan, ik krijg de sensatie dat iemand lekker uit. Er is in een kuil terechtgekomen. Het achterwiel is helemaal. Kijk eens, van eraf en die Kuiper smeekt om een ander wiel. Ja, ja, dit zijn ze, de lekkere jongens. Hè? Omdat heel dichtbij de plek des onheils was. En ja, we kregen allerlei medewerking. Werd zo grond beschikbaar gesteld. En dit was echt wel mooi. Dit is een koers geweest met zoveel dramatiek en emotie. Dit was echt top of the bill. Dat binnenkomen is heel apart. Het mooiste natuurlijk als renner zelf, maar ook al voor de sport. Dat het eentje alleen is, want dan is er wel geknokt vaak. Ja. En ja, of het moet iemand zijn die er ver bovenuit steekt. Ook daar heeft dan, ja, die keer een staande ovatie, heeft iedereen veel respect voor met een lange solo. Maar het kan ook een mooie sprint zijn, maar heel bijzonder. Henny is echt een grote meneer hier, omdat hij dat een paar keer gewonnen, één keer gewonnen heeft, maar ook hij heeft 16 keer hier de Parijs-Roubaix gereden. Het is Monsieur Kuiper, ja, hè? Ja, dat is iets wat in de Nederlandse wielergeschiedenis, die beelden die branden op iedereen zijn ogen. En het was eigenlijk heel erg leuk om daar aandacht aan te besteden. En daarom zijn we ook heel blij dat nou dat nieuwe beeld hier weer gekomen is. Zelfs op een meer uniekere plek, we moeten de oorspronkelijke plek wel verlaten. Maar goed, dat beeld houden we wel bij ons. En de mensen in Frankrijk willen zelf ook graag het parcours verlegd hebben dwars door hun centrum heen. Vooral met des pavés, maintenant ça nous dérange pas. Het is een uniek stukje. Het komt op 5 meter afstand komt de koers langs. En dit is natuurlijk bijna het einde van de koers. Hier wordt de finale gemaakt. Wie hier voorop ligt, is potentiële winnaar, denk ik, morgen. Oeps. Het lijkt me een hartstikke leuk zondag is hier. Want in het begin dan kwamen ze die hoek om en dan waren ze helemaal net van die kazei, maar ik denk dat hier wat nog leuker is. Ja. Met de neus richting het velodroom, hè? Ja, dat hebben ze ook extra zo gedaan, daar is over nagedacht. Hij moet naar de baan toe. In gestrekte draf.